Ja, hoe komt het nou? Hoe komt het nou, vrienden, dat jullie en ik... En ik neem aan, de meeste van jullie, maar daar ga ik maar vanuit. Dat ik kan gewoon geen sympathie opbrengen voor die gasten van zo'n rebellion, weet je wel. Noem ik ze maar even zo. Die gasten met die constant in de weer waren met die lijm, weet je nog? En eerst, zo begon het, hè. Ze hebben al hun sympathie eigenlijk daar al een beetje verspeeld. En toen begonnen ze eerst met soep te gooien op schilderijen. Toen gingen ze zichzelf zo tegen zo'n schilderij vastlijmen. En toen waren we eigenlijk al een beetje klaar met die gasten. Weet je al. Ze zijn zo fanatiek in hun hele gedoe. En dat lijken wel Jehovah's getuigen. Ik bedoel, ze zullen en ze moeten ons vertellen en ons dwingen dat het moet gaan zoals zij het willen. Dat is het dan, ja. En dat gebeurt dan ook nog op een hele vervelende manier. Ja, want die gozer weet nog bij Bo, ook met zijn lijm. Oh, die was nog even vergeten. Ja, hup, en vastgelijmd. Ja, en die zat toen te schreeuwen als een varkentje, weet je nog? Ja, toen hij eraf gegooid werd. Ach, ach. En nou zitten ze dus dan op die snelweg. Ja, of je ze van tevoren allemaal al moet arresteren, dat weet ik ook niet hoor. Maar goed, dat is dan even, dat laat ik even in het midden. Maar ja, dan gaan ze daar weer met z'n allen zitten op een snelweg. Weet je wel, en de boel zitten vervelen. Hé, want die rebellions... Ja, die willen allerlei acties ondernemen. En dan vinden ze het o zo leuk om tegen de politie op te knokken. Dat vinden ze dan leuk, weet je al. En dan, als dat gebeurt, hè, als de politie dan optreedt, dan gaan we daar dus op social media gaan we daar uitgebreid verhaal over doen hoe vervelend de politie wel niet was. En toen zag je nog eentje in een van die talkshows, want oh man, daar worden ze allemaal met rode loper ontvangen en met alle egards behandeld, want oh, doen jullie je verhaal maar en oh zielig wat de politie allemaal gedaan heeft en oh jee, en jullie vechten zo voor de goede zaak. En dat, ja, dat de hele tijd. En weet je nog, met die boeren, ja, die krijgen de ene kritische opmerking naar de ander en de ene vervelende vraag naar de ander. Ja, dat gebeurde die boeren, maar deze niet, hè? Nee, deze niet. Nee. En wat ook zo irritant is met deze mensen, waar halen die de tijd vandaan? Want er zat er eentje te vertellen, ja, in een van die talkshows, die was 13 keer gearresteerd. 13 keer! Waar haal je de tijd vandaan? Om naar de constant naartoe te gaan, je 13 keer te laten arresteren. En moet je niet gewoon aan het werk? Moet je niet bezig zijn met iets? En dan alleen maar... Er zitten natuurlijk ook een heleboel beroepsdemonstranten tussen die gewoon niks te doen hebben. En alleen maar bezig zijn met vervelen. En daarom, en dat is het misschien, vrienden, dat we dat hebben. Dat we geen sympathie kunnen opbrengen voor dat hele rebellion gebeuren. Nee, geef mij dan maar de boeren.